Hey mensen, een hele lange tijd geleden, bijna in de prehistorie, hebben wij deze video gemaakt. 10 voordelen van klein zijn. En blijkbaar vonden jullie deze video heel erg leuk, dus we hebben nu een nieuwe. Hier zie je namelijk 10 nadelen van klein zijn. Jongens, heeft een van jullie Teun gezien? Nee, ik nog niet. Hallo? Ik sta hier! Nee, ik ook niet. Dat is toch wel gek. Deze hele video gaat over hem. Wie moet anders zijn rol spelen? Roel van Velzen? Te druk. Bessie Snijder? Te duur. Tom Cruise? Spreekt geen Nederlands. Jongens, ik ben gewoon hier, hè? Ah, Teun! Daar ben je! Oké, dan kunnen we toch beginnen, jongens. Leuk! Komt-ie. Oké, jongens, 10 nadelen van klein zijn. Zijde 2, je wordt als meetlat gebruikt. Nee, ik weet het zeker. Dit is echt geen 1,5 meter. Ik bedoel, mijn derde been is 1,5 meter en dat is dit niet. Ach, wat een onzin. Dat is zeker wel lang genoeg. Dat kan ik zelfs zien met mijn bloot oog hier. Nee. Daar klopt niks van hier. Pak anders even een meetlint, dan meten we het nu op. Ach. Shit. Huh? Ja, dat heeft mijn vrouw zeker weer gestolen. Ja, die probeert te controleren of haar dieet heeft gewerkt of niet. Tja, en nu? Hey. Ja? Ja, toch gelijk, ja. Precies 1,5 meter. Ja, zie je? Precies 1,5. Mag ik gaan? Nee. Ja, dat klopt. Ik liep er laatst heen met dat apparaat. Ik weet even niet meer hoe die heet. Zo'n ding, dan ga je over gras. Dat is zo'n verticuteermachine is het. Ja, klopt. Nee, ja, ik wist wel dat het niet werkt op de stoep. Maar ik denk van ja, ik kan het toch wel proberen. Hoe is het met jou? Ja, goed? Ja, prima. Ik heb het lang niet meer gezien. Nee, precies. Ja, ik woon hier nou om de hoek. Ik ben verhuisd, dus... Ja, dan krijg je van zo'n ding en dan is het hier langs de kroeg en dan kom je toch even kijken zo, hè. Dus dan... Is hij nu al leeg? Maar ik... Ober, doet er nog maar eentje. Ja. Oh, kijk nou hoe schattig! Die oogjes en dat... Zo lief. Ik zou het liefst de hele dag met hem willen knuffelen. Oh ja, en dat buikje en die donkere lokken en alles. Oh, lokken schattig. Trouwens wel een beetje vies wat er dan zo in zijn kin blijft hangen, hè? Maar ja, dat heb je gewoon als hij zoveel haren... Baard vies. Ik ben er helemaal klaar mee dat mensen me schattig noemen. En zo vies is mijn baard helemaal niet. Wat zei je precies? Pieter, hey, lang niet meer gezien, jongen. Hoe is het? Knippeligie, pop. In z'n 3. Lekker, hup. Zoom op, zo. Op. Hey. Ik wil graag een auto kopen. Ah, voor je vader? Nee, voor mezelf. Sorry, maar we verkopen geen speelgoedauto's hier, hoor. Nee, serieus. Maar kun je überhaupt bij de pedalen? Bij de pedalen? Hoe is het sliden? Even sturen. Ik kan naar links. Tja, ik ben in ieder geval wel klein genoeg om ongezien de sleutels achter jullie balie vandaan te halen. Dus succes met achter me aanrennen, hè? Met jullie lange stelte. Nummer 745. Nummer 745. Ja, ik ben hier. Oh, ik had u niet gezien. Vertel, waar komt u voor? Nou, ik wil mijn naam laten veranderen. Oké. U heeft dus problemen met uw naam? Ja, nou ja, ik word constant Teunkabouter genoemd. En daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ik snap het. En u wilt uw naam veranderen in? Lili. Aha. En u heeft niet het idee dat dat misschien tot een nieuwe bijnaam kan leiden? Nee. Hoezo bedoelt u? Nee hoor, geen probleem. Lili, we maken het ervan, ja. Zo, geregeld. Alsjeblieft, de heer Lili Peters. Ja, dank u wel. Veel succes met uw nieuwe naam. Nummer 748! Ik ben er nog. Ah, natuurlijk. En? Ja, leuk! Eerlijk? Nee, het ziet er niet uit. Het is echt veel te lang. Dit is al allemaal XS. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Weet je wat? Ik kijk nog wel even voor je, oké? Weet je zeker dat dit van de mannenafdeling is? 100%! Ik heb het toch zelf gepakt? Dylan? Wie zegt dat deze jonge man niet op de mannenafdeling shopt? Grote vent is het al, hoor. Wil je ook wat? Nee, dank je. Dus waar kom je voor? Nou ja, ik heb dus last van mijn nek en ik denk dat het komt doordat ik heel erg tegen mensen opkijk. Ah ja, ik begrijp het. Ja, daar is eigenlijk maar één echte oplossing voor. Huh? Wat dan? Ja, gewoon vooruit kijken. Nee, dat heb ik al een aantal keer geprobeerd en dat heeft eigenlijk nooit goed uitgepakt. Dat komt uit Amerika. Nou, ik vind het op zich best lekker, maar... Ben je nou naar mijn borst aan het kijken? Ja, sorry, maar dan kan ik u niet helpen. Nee? Nee, ja. De volgende staat in de rij, dus u mag gaan. Oh, wacht even. U kunt me toch helpen? Nee. De volgende patiënt is allergisch voor paprika, dus kun jij deze zak voor mij even meenemen? De steak met een extra frikandel? Ja, van mij. Kijk eens, alstublieft. En dan hebben we de Ik ben zo terug. Waarom loopt u weg? Dat is mijn eten. Oh nee, ik kom zo terug met uw eten, maar ik had niet gezien dat u zo ontzettend klein was. Dus? Maar dat is gewoon de schnitzel die ik besteld heb. Ja, maar dit is een portie voor mensen met een normaal postuur. En wij zijn een restaurant dat tegen voedselverspilling is, dus ik haal even iets wat u wel op kunt. Rick, dat is toch niet normaal? Zo, kijk eens aan. Maar dit is gewoon diezelfde schnitzel, maar dan doorgesneden. Klein, maar wel slim. Oh wacht, ik haal nog even wat. Kijk aan, een doggybag, mocht u het toch niet op kunnen. Oh, wacht even. Ik heb hier het juiste bestek. Smakelijk eten, heren. Hey, Rick. Wat zou jij altijd al willen hebben? Oh, een frikandellensnijder. Dat is een ding waarmee je een gleuf in een frikandel snijdt, zodat je er een frikandel speciaal van kunt maken. Dat is toch gewoon een mes? Nee, Teun, dat is iets heel anders, joh. Oké, nou, in ieder geval, als je me helpt, dan krijg jij van mij een frikandellensnijder. Oh, ja, ik doe alles wat je me vraagt. Nou, ik kom daar dus niet bij. Oh, geen probleem. Ja. Hey, thanks, maar Rick, dit had toch veel makkelijker gekund? Ik bedoel, jij kan er toch gewoon zelf bij? Frikandellensnijder? Dankjewel, Teun! Je bent echt mijn beste vriend! Oh ja, leuk frikandellen! Ach, Teun, wat een schattig klein ventje is het toch, hè? Wat is het toch naar om klein te zijn soms? Maar ja, misschien komt er binnenkort ook wel een video 10 nadelen van lang zijn, hè? Wie weet, wie weet. Ik wil onze kleine vriend Teun natuurlijk wel heel erg bedanken voor het meedoen aan deze video. Check ook zeker zijn kanaal even. En ben jij nou zelf ook heel klein, dan is deze prijs die we vandaag weg gaan geven misschien wel het perfecte cadeau voor jou. Namelijk sokken. Maat 40 tot 42, hier heb je niks aan. Maar je kan ze nog steeds wel winnen. Laat in de reactie weten wat jij voor maat... Nee. Laat in de reactie weten wat jij een nadeel vindt aan klein zijn. En wie weet krijg je deze sokken binnenkort al thuis gestuurd. Dan kun je ze aan iemand geven die wel grote voeten heeft. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden. Wow! En ben jij nu nog steeds aan het kijken naar deze video? Nou, dan heb je echt geluk. Want... hier komen wat afspeellijsten in beeld en daar kun je op klikken en dan kun je meer video's van ons zien. En we hebben ook nog zo'n webshop ding en een abonneerknop. En je moet nog op het belletje klikken en op het duimpje omhoog. En jeetje, wat een informatie. Doe het allemaal. Ik zweer het, als je dit allemaal hebt gedaan, dan heb je misschien pijn aan je vingers van al dat klikwerk. Bedankt voor het kijken in ieder geval en tot de volgende keer maar weer. Later!